vandaag jullie alles vertellen over onze ervaringen hier in Amerika. Ja. Welke school zijn we vandaag? De Fannie Lou Hamer High School. En Laura en ik verzorgen vandaag het blog. We dachten, we gaan iets schrijven, maar we filmen het. En David, wat gaan we bij Fannie Lou precies doen? Wat we gaan doen is, we gaan meedoen met een workshop voor de advisors. Oké. Training. Gaaf. Hier komt de rest van de groep aan. En we gaan er eentje interviewen. Guido. Goed dat je er bent. Goed dat je er ziet. We hebben wat vragen aan je. Wat zijn de verwachtingen voor jou voor vandaag? Voor vandaag? Ik heb gehoord dat het in een ander programma gaat worden. Ja. Dat we meekijken met de advisors. In de, dat zij een soort training krijgen. Dat we binnen Fannie Lou gaan. Ja. En ik ben heel benieuwd. En wat hoop jij vandaag te leren? Hoe advisors worden getraind en informatie gaan krijgen voor hun rol in de klas. Oké, dankjewel voor dit interview. Hier is onze reisleider niet te missen met zijn mooie ballon. Wat zijn jouw verwachtingen voor vandaag, Bart? Ik hoop dat we hele mooie gesprekken gaan krijgen met advisors. En dat wij als groep mooie vragen gaan stellen. Dat we de vragen die we nog hebben nu kunnen stellen. Want dit is toch echt het moment, want het is de laatste dag. En zoals je kan zien, ik heb een heel mooi cadeau gekregen van iedereen. Super! Dus ik heb er heel veel zin in. Ik hoop dat we heel veel plezier en energie hebben. En dan gaan we vanavond weer terug thuis. Dat is toch jammer. Dus. Helaas. Kun je misschien een kleine samenvatting geven van wat Dana net gezegd heeft? We mogen nu wat vragen stellen en even acclimatiseren. En straks gaan we op pad, gaan we naar twee parken toe, waar ze een project op aan het zetten zijn over onder andere watertesting. Dus we gaan zo weer lekker op pad. Al in heel gesprek heeft gehad met iemand. Esther, waar vind je het gesprek over? Over dat in Amerika alle niveaus bij elkaar in de klas zitten. En dat wij toch wel een ander niveau leerling hebben. We hebben hele grote eels gevangen. En we gaan aan Renskes vragen. Wat? Zo. Ja, zeker. En wat was de bijdrage? Wat neem je mee van deze week? Dat we met elkaar toch wel echt een groep geworden zijn. En dat we gewoon echt over alles kunnen praten. Dus dat is wel echt relaxed. We kunnen heel veel leren van elkaar. Dus dat is echt heel chill. En het is heel gezellig. En dat is eigenlijk ook heel belangrijk. Helene, kan jij vertellen wat we hier hebben gedaan en wat je ervan vond? Ja, dat kan ik. Wij staan hier aan de Bronxrivier. En we hebben net een kleine wandeling langs de rivier gemaakt. Waarbij het mij opviel dat de rivier veel minder vervuild was met vuilnis dan ik verwacht had. We hebben een monster genomen om te kijken hoeveel waterleven er was. We hebben onder andere vijf glasaaltjes gevonden. En daarna hebben we gekeken naar de... even denken. We hebben het zoutgehalte bekeken. We hebben gekeken naar de zuurgraad. We hebben een proefje gedaan naar het fosfaatgehalte. Nou, al die elementen samen maken dat je kan zien hoe schoon het water is en welke dieren er in het water kunnen leven. Zelf vind ik dit hartstikke leuk. Zijn we aan het reflecteren over wat we mee gaan nemen deze week. Dit gaan we dadelijk aan elkaar presenteren. Dus ik zal wel even andere scholen laten zien. Hier hebben we een groep van het Futura College. Aan deze tafel zit een groep van de Gooise Praktijkschool. Die zijn ook bezig met hun reflectie. En popcorn. En popcorn, die hebben het beter bekeken. En hier zitten er nog twee te reflecteren over een school in Bokstol.